ik ben Frances Kenter. Ik ben vooral bekend als de moeder van Tom, Tom Wordkind. Ik geef mijn kind al 10 jaar lang alleen maar rauw eten te eten. En ben daardoor de afgelopen 2,5 jaar heb ik een uitdaging ondervonden met de overheid, met de kinderbescherming en met het bureau jeugdzorg. En ik heb Tom ondertussen ook van school afgehaald en daardoor heb ik nu ook een uitdaging met de leerplichtambtenaar. Ik ben al eigenlijk mijn hele leven, denk ik, op zoek geweest naar wat rauwe voeding mij brengt. Alleen wist ik het niet. En ik denk dat ik me eigenlijk ook mijn hele leven al bewust ben geweest van het feit dat voeding heel belangrijk is. Maar het was pas toen mijn oudste zoon geboren werd. En ik zag hoe hij reageerde op kleurstoffen in eten en op suikers, op visdrank. Dat ik me realiseerde hoe belangrijk het is, vooral met kinderen, om heel goed op te letten wat ze te eten krijgen. En toen kocht ik mijn eerste boekje over wat zit er in uw eten. En was ik heel irritant in de supermarkt, liep ik altijd alle etiketten te lezen voordat ik iets kocht. Maar ik was nog helemaal niet met gekookt of niet gekookt bezig. Mijn oudste zoon is een heel druk, onrustige jongen die heel erg gevoelig is voor kleurstoffen en voor suikers. En mijn jongste zoon is op zijn tweede, is er bij hem astma geconstateerd. Waar hij van de dokter zo'n pompje voor kreeg. En ik wist op dat moment dat ik dat niet wilde, dat dat helemaal niet goed was om zo'n klein kind zo'n pompje te geven. Want dat zit helemaal, en dat wist ik, op dat moment wist ik dat niet eens, maar het zit vol met steroïden. Die je niet in zo'n klein lijfje wilt hebben. En ik weet dat de dokter toen tegen mij zei, ja maar wat wil je dan? Wil je dan dat hij, als je hem dat pompje niet geeft, dat hij dan de volgende keer een astma-aanval krijgt en dat hij erin blijft, dat hij erin stikt? Nee, dat wilde ik natuurlijk niet. En ik wist op dat moment geen andere oplossing. Er was nog geen internet. Ik wist niet waar ik dan andere informatie vandaan moest gaan halen. Dus ik heb Tom toen dat astmapompje gegeven. En een jaar of 2,5 later had mijn ex-vriend, die had Candida. En die was daarover aan het zoeken op het internet, wat we op dat moment wel hadden. En die zei tegen mij, van moet je kijken, ik heb een site gevonden voor mensen die alleen maar rauw eten. En toen had ik echt zoiets van, oh wauw. En toen, ik weet nog dat ik daar toen las dat wij de enige zoogdieren zijn die ons eten verhitten. En dat wij dat samen met onze huisdieren doen. En dat wij ook de enige zoogdieren zijn die doodgaan aan kankers en tumoren. En dan hoor ik van heel veel mensen dat ik het veel te idealistisch voorstel en dat dieren in de natuur ook doodgaan aan... En natuurlijk gaan dieren in de natuur ook dood aan ziektes, want er zullen periodes zijn dat ze geen goed eten zullen kunnen vinden en dan zullen hun lichamen ook verzwakt raken. Maar waar het mij op dat moment om ging, ik heb zelf ook honden gehad, echt een hond die een tumor had, die zo ver uit de lijf uitstak. En dat er zo duidelijk een verband werd gelegd tussen het eten wat we onze huisdieren geven en het eten wat we zelf eten. En het was voor mij echt een herkenningsmoment. Iets van, hier ben ik mijn hele leven naar op zoek geweest. En toen heb ik tegen mijn zoons, die op dat moment 5 en 12 waren, gezegd van nou, we gaan een experiment doen. We gaan een jaar lang rauw eten en we gaan kijken wat dat met ons doet. En doen jullie daarmee? Ja, die kinderen die wisten op dat moment ook niet wat dat op dat moment inhield. Dus die zeiden ja. En toen zijn wij de volgende dag, zijn wij van de ene dag op de andere dag 100% rauw gaan eten. En dat heeft hele vergaande gevolgen op je lichaam. Ik ging ontzettend ontgiften en heel erg afvallen. Maar tegelijkertijd voelde ik me fantastisch. En toen kreeg ik een soort van een situatie waarin ik van mijn omgeving te horen kreeg dat ik er verschrikkelijk slecht uitzag. Dat ik vreselijk mager was, dat ik eruit zag als iemand met kanker, met anorexia. En dat ik tegelijkertijd van mijn lichaam hoorde dat het heel goed ging. Dus ik moest op dat moment een keuze maken tussen de feedback die ik van mijn omgeving kreeg en wat mijn eigen lichaam mij vertelde. En daarnaast hoorde ik van mijn omgeving dat ik aan het experimenteren was met mijn kinderen. Dat,
dat ik helemaal niet wist waar ik mee bezig was. Dat kinderen brood met pindakaas moesten eten en melk moesten drinken om gezond te zijn. En ik zag twee kinderen die alle twee gestopt waren met groeien. Een jaar lang hebben ze niet of nauwelijks gegroeid, omdat ze ook zo aan het ontgiften waren. En tegelijkertijd zag ik dat de jongste binnen 3 weken van zijn astma af was. En dat de oudste een stuk rustiger werd. Dus dan moet je opnieuw een keuze gaan maken. Weet je, ga je dan luisteren naar je omgeving, die allemaal zeggen dat kinderen bepaalde voedingsstoffen nodig hebben. Of ga je kijken naar wat de lichamen van je kinderen je vertellen. En op dat moment ben ik gegaan voor de stem van mijn eigen lichaam. Ben ik doorgegaan met rauwe voeding. En dat heeft toen uiteindelijk geleid tot een aanklacht wegens kindermishandeling. Daar zit nog een stukje tussen. Dus op een gegeven moment was er een juf bij Tom, mijn jongste, op school. Die hoorde van een. Die was met een vriendin aan het eten. En die vriendin die is documentairemaakster, dat is Annelieke Solaar. En die waren aan het praten over eten. En die juf zei van: nou, bij mij op school zit een jongetje, dat eet alleen maar rauw. En Annelieke die maakt documentaires over kinderen die zich in een uitzonderingspositie verkeren. Dus die vond dat meteen interessant. En die zei tegen de juf: wil jij de moeder van die jongen vragen of ik met haar mag komen praten? En zij kwam bij mij langs. Ik had zelf toen al het concept geschreven voor een documentaire of een televisieprogramma over rauwe voeding. Omdat ik zelf heel erg de behoefte voel om de dingen die ik geleerd heb in de afgelopen 10 jaar, om die naar buiten te brengen. Het is niet mijn bedoeling om mensen te bekeren tot rauw eten. Maar ik zie gewoon dat er een heleboel dingen niet kloppen. Dat doktoren een heleboel dingen niet weten. Een enorme belangenverstrengeling is tussen wat gezond voor ons is en waar mensen heel veel geld aan verdienen en wat niet gezond voor ons is. Ik zou bijna zelfs durven zeggen dat het verdienen van geld belangrijker is dan onze gezondheid. En dat er aan onze gezondheid gigantisch veel geld wordt verdiend, bijvoorbeeld door de farmaceutische industrie. Ik heb toen, ik dacht misschien dat die documentaire die Annelieke over Tom wilde maken, dat die mij uiteindelijk zou brengen tot wat ik voor ogen had. Maar wat op dat moment voor mij wel gewoon het allerbelangrijkste was, dat Tom dat wilde. Want die documentaire ging over Tom, die ging niet over mij. En Tom was toen 10 en die vond dat heel spannend, dat iemand een documentaire over hem wilde maken. Die vond het ook heel interessant om op school te komen met een camera en mensen achter zich aan. En weet je, zo'n klein jongetje dat echt helemaal... Dus dat was gewoon leuk, dat vond hij leuk. En toen zijn wij naar aanleiding van die eerste documentaire zijn wij bij De Wereld Draait Door, bij Hugo Borst, hebben we aan tafel gezeten. Daar heb ik een enorme aanvaring met Hugo Borst gehad. En die zei toen van: nou mevrouw, u bent niet goed bij uw hoofd, u moet naar een psychiater, hier moet de kinderbescherming aan te pas komen. En toen denk ik dat er op de lagere school waar Tom op dat moment zat, dat de leraren toen opeens dachten van: ja, maar die jongen die zit hier al vanaf zijn 5e op school. En als hier problemen van komen, dan krijgen wij ook problemen. Dus die hebben toen aan mij gevraagd of ik Tom in het ziekenhuis door een kinderarts naar wilde laten kijken. En toen dacht ik van: ja, weet je, als ik echt geloof in waar ik mee bezig ben, dan moet ik niet bang zijn om dat te laten controleren. Maar wat ik me op dat moment niet realiseerde, is dat een kind wat zo anders eet, dan vergeleken gaat worden met kinderen die allemaal toch een beetje een standaard dieet volgen. En de standaard waar bijvoorbeeld het bloed van kinderen mee vergeleken wordt, dat zijn ook allemaal kinderen die iedere dag zuivelproducten gebruiken, die iedere dag vlees eten. En daar wordt dan een kind wat rauw eet mee vergeleken. Ja, en dan krijg je natuurlijk... Ik weet dat we toen een dieetboekje bij moesten houden. Nou, daaruit concludeerden ze al dat Tom niet genoeg calcium naar binnen zou krijgen. En ja, die arts en ik zijn er op een gegeven moment niet uitgekomen. En zij heeft toen bij het meldpunt kindermishandeling, heeft zij dus mij aangemeld als kindermishandelaarster. En dan krijg je een brief dat je bij dat meldpunt moet komen en dat je erover moet komen praten. En je wordt eigenlijk van tevoren al veroordeeld. Weet je, die moeder die klopt niet helemaal, die is met een bepaald ideaal bezig en daar offert ze de kind aan op. Het idee zou zijn geweest dat Tom geen enkele ruimte zou krijgen om daar zelf enige mening over te hebben. En dan kom je in een proces terecht wat echt heel erg eng is.
Ik zou bijna willen zeggen dat ik nu begrijp hoe mensen zich voelen als ze in een psychiatrische inrichting terechtkomen terwijl er niks met ze aan de hand is. Mensen die constant roepen van ja, maar dat is niet bij mij. Weet je, ik ben gewoon helemaal in orde. En dat de doktoren zeggen van ja, ja, dat zeggen ze allemaal, weet je. En dat je vanzelf uiteindelijk wel gek wordt. Wij zijn toen door de Raad van de Kinderbescherming zijn wij helemaal ondervraagd en onder de loep genomen. En daar hebben Tom en ik gewoon aan deelgenomen. En vervolgens lees je dan een rapport terug waar je jezelf helemaal niet meer in herkent. Echt een rapport waarvan je denkt van als ik dat echt ben, dan moeten ze echt dat kind meteen weghalen. Want dat is zo'n eng mens, weet je, daar mag geen kind bij opgroeien. En ik heb op dat moment ook de keuze gemaakt. Ik had namelijk kunnen zeggen van ja, weet je, Tom die drinkt iedere dag een glas melk en hij krijgt iedere week een biefstukje. En dan was het daar geweest, want ze gaan niet 24 uur bij ons in huis zitten om te kijken wat Tom werkelijk eet. En ik heb op dat moment ervoor gekozen om te gaan voor eerlijk zijn. Omdat ik ook zomaar het gevoel had dat als ik de documentairemaakster op zou bellen en zou vertellen wat er aan de hand was, dat ik haar dan wel geïnteresseerd zou krijgen om daar opnieuw een documentaire over te maken. En omdat ik gewoon aan Nederland wilde laten zien wat er gebeurt als je je kind op een alternatieve manier opvoedt. Nou, dat is ook zo gebeurd. Anne-Loek heeft toen de NCRV opgebeld en die hadden ogenblikkelijk interesse om te betalen voor een nieuwe documentaire. En ik ben toen dat hele proces ingegaan. En dat is begonnen met een rechtszaak bij de kinderrechter. Dat ging puur om Tom's voeding. Ik ben ondertussen, even kijken of is dat daarna gebeurd. Ik ben daarna, nee, dat is daarna gebeurd. Ik heb de eerste rechtszaak bij de kinderrechter, die heb ik gewonnen. Dat ging om het voedingsstukje. Want wat de arts in het kinderziekenhuis namelijk zei, was dat Tom veel te weinig IGF-1 groeihormoon produceert. En dat komt omdat hij geen dierlijke proteïne naar binnen krijgt. En dat hij daardoor de groeicurve van een ondervoed kind uit Afrika heeft. En mijn argument was dat misschien alle andere kinderen te veel IGF-1 groeihormonen binnenkrijgen, waardoor ze in een onnatuurlijk tempo veel te snel groeien. En daar uiteindelijk op latere leeftijd allerlei problemen door ondervinden, bijvoorbeeld door kanker of hart- en vaatziekten. En ik ben toen met een bevriende arts gewezen, een gepensioneerde huisarts, homeopaat, ben ik naar die kinderrechter toen bij die rechtszaak gegaan. En toen hebben we de kinderrechter ervan kunnen overtuigen dat Tom zijn dieet geen enkel probleem veroorzaakt, dat verder al zijn bloedwaarden oké zijn. En de rechter heeft toegezegd van ja, het feit dat hij wat kleiner is, dat is een persoonlijke keuze. Maar ik had op dat moment Tom ook al van school afgehaald. Omdat Tom intussen van de lagere school naar de middelbare school was gegaan. En ik binnen een paar weken tot de ontdekking komt dat helemaal niet werkt. Want op de lagere school mogen kinderen geen snoep meer naar school nemen. En ze mogen geen koekjes. En weet je, alle kinderen nemen gewoon fruit mee naar school. Dus dat was nooit een probleem. Kinderen waren er helemaal niet mee bezig met wat Tom had. En Tom was er helemaal niet mee bezig met wat andere kinderen aten. En als er iemand jarig was en er werd uitgedeeld, dan kreeg Tom wat vijgen of wat dadels. Maar op het moment dat Tom naar de middelbare school toe ging, toen veranderde het echt. Toen wilde Tom geen appels meer mee naar school. En ik zei tegen Tom, ja maar Tom, een beetje fruit, dat is toch normaal? Dat neemt iedereen toch mee? Toen zegt hij, nee mam, echt niet. Ik zei, ja maar wat eten die kinderen dan? Ze zitten tussen de middag of in de kantine, waar je alleen maar chocomel en gevulde koeken kunt krijgen. Of ze zitten bij de Albert Heijn en daar halen ze chips en energiedrankjes. En toen dacht ik, oké, dan moet ik nu dus gaan kiezen tussen tegen Tom zeggen van weet je, doe jij op school maar wat je zelf wil doen. Want op die leeftijd willen kinderen er ook bij horen. Weet je, de druk van bij de groep willen horen wordt heel belangrijk op die leeftijd. En dat is het op de lagere school nog niet. Dus ik had tegen Tom kunnen zeggen, dan doe jij overdag op school wat je zelf wilt en s'avonds bij mij eet je rauw, maar dat werkt niet. Want in bijvoorbeeld chips zit monosodium glutamate en in energiedrankjes zitten allerlei kleurstoffen en toevoegingen. En dat verpest je smaakpapillen, waardoor mijn salade en mijn smoothie die Tom dan s'avonds krijgt, niet lekker meer gaan smaken. Dus dat werkt niet. En ik was op dat moment was ik al door zo'n enorm groeiproces zelf heen gegaan doordat ik rauw was gaan eten. Want rauwe voeding reinigt niet alleen je lichaam. Er zit ook geen barrière meer tussen jou en je emoties. Je gaat emotioneel ga je heel erg schoonmaken. Je gaat jezelf enorm tegenkomen.
Dus ik was zelf al door een enorm groeiproces heen gegaan. En was tot ontdekking gekomen dat het hele schoolsysteem, dat voor mij ook niet meer klopte. Weet je, de manier waarop kinderen les krijgen, waarop kinderen constant getoetst worden, waarop ze verteld wordt dat ze dingen fout gedaan hebben, waarop er geen ruimte is voor het kind om zijn eigen persoonlijke ontwikkeling door te maken, maar alles in een soort van groepsgebeuren moet. Het feit dat kinderen in aanraking komen met foutief groepsgedrag, het klopte voor mij allemaal niet meer. En ook de dingen die ze onderwezen worden, weet je, wat leren kinderen dan? Kinderen leren hoe ze goede burgers van deze maatschappij kunnen worden. En voor mij klopt deze hele maatschappij niet meer. We zijn met z'n allen, voor mijn gevoel, zo verschrikkelijk verkeerd bezig. We zitten ons hier in het Westen zitten we ons volkomen vol te proppen. En vervolgens laten we via liposuction laten we het vet uit onze dijen zuigen. Terwijl er in Afrika daadwerkelijk kinderen doodgaan van de honger. Weet je, dat klopt niet. En mensen die vlees eten, ik vind dat die op zijn minst moeten weten dat op hetzelfde lapje grond waarop je genoeg vlees kunt laten grazen om één familie te voeden, daar kun je genoeg planten verbouwen om zes families te voeden. Dus het eten van vlees, daarmee stoot je andere mensen eten uit de mond en het werkt klimaatverwarming in de hand en het veroorzaakt heel veel dierenleed. En ik vind gewoon dat mensen een beetje meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen gedrag. En dat leren kinderen op school niet. En dat vind ik belangrijk. Dat wil ik dat Tom leert. Dus ik had Tom ondertussen van school afgehaald. En dat mocht niet van de kinderrechter. Want dat mag niet in Nederland. In Nederland mag je niet zeggen dat je het niet eens bent met het schoolsysteem. En als je kind eenmaal in het systeem zit, is het bijna onmogelijk om het eruit te halen. Dus toen heeft de rechter uiteindelijk in een tweede rechtszaak heeft hij een onder toezichtstelling uitgesproken. Dat betekent dus dat er een gezinsmanager wordt aangesteld die eens in de zoveel tijd bij jou in huis komt en die dan een oogje in het zeil houdt. En die situatie die heeft anderhalf jaar voortgeduurd waarbij de gezinsvoogd een beetje zat te wachten tot de leerplichtambtenaar wat ging doen en de leerplichtambtenaar wachtte tot de gezinsvoogd wat ging doen. En toen na anderhalf jaar kwam de tweede documentaire uit en toen kreeg ik van bureau jeugdzorg opeens een brief dat ze een schriftelijke aanwijzing dat ze wilden dat Tom op 15 december ingeschreven zou staan bij een erkende school. En ik zei tegen bureau jeugdzorg, ja maar dat gaat niet gebeuren, want dat kan niet, want op school kan Tom geen rauw eten. En bovendien ben ik het helemaal niet eens met hoe Tom daar onderwezen wordt. En ondertussen was de tweede documentaire op televisie geweest en kregen wij de hele media over ons heen. En ik moet je eerlijk zeggen, dat heb ik ook bewust een beetje laten gebeuren, omdat ik die confrontatie met bureau jeugdzorg aan zag komen. En ik dacht dat het misschien wel handig was om dat gewoon heel publiekelijk uit te spelen, zodat ze me in elk geval niet in een hoekje konden duwen, wat met heel veel ouders gebeurd is. Ik heb ondertussen ontzettend veel e-mails ontvangen van mensen die mij steunen, mensen die zeggen van weet je, ga door, je bent iets goeds aan het doen. En van ouders die bijvoorbeeld naar België zijn gevlucht om hun kinderen bij bureau jeugdzorg weg te houden, die mij nu schrijven dat ze ontzettend veel spijt van hebben dat zij die confrontatie niet aan zijn gegaan. En de enige reden waarom ik het zo ver heb durven spelen met bureau jeugdzorg is omdat Tom's vader is een Engelsman, die woont in Engeland. En ik dacht dat ik altijd de uitwijkmogelijkheid had om Tom in Engeland in te laten schrijven. En daar mag je namelijk wel legaal je kind thuisonderwijs geven. Op een gegeven moment ben ik gewaarschuwd dat ik Tom onder moest laten duiken, want dat ik anders bureau jeugdzorg 's morgens vroeg met de politie op de stoep zou krijgen en dat Tom dan in een gesloten inrichting terecht zou komen en dat het dan zeker weken zou duren voordat ik hem weer zou zien. Dus Tom die zat al 3 dagen ondergedoken, dat heeft ook allemaal in de krant gestaan, dus het was allemaal lekker dramatisch tegen die tijd. Tom zat 3 dagen ondergedoken en ik was die ochtend op een vliegtuig gestapt om naar Engeland te vliegen om mijn ex en mijn oudste zoon en mijn honden en de auto op te halen die er allemaal stonden. En toen werd ik gebeld door bureau jeugdzorg van mevrouw Kinter, waar bent u? We staan bij u voor de deur. Ik zeg, hoezo? Ja, we zijn gisteren, hebben we bij de rechter, hebben we een spoeduithuisplaatsing, heeft de rechter toegezegd en we zijn hier om Tom op te halen.
En de rechter die heeft dus, terwijl ik daar niet bij aanwezig was, heeft die bureau jeugdzorg gemachtigd om Tom uit huis te halen. Ik vind het echt belachelijk. Een kind 2 dagen voor de kerst uit huis halen om te zorgen dat het op 7 januari naar school toe gaat. En ze zeiden tegen mij dat ze een pleeggezin voor hem gevonden hadden, maar ik heb van heel veel mensen gehoord dat in ons gevoel dat Tom absoluut in een gesloten inrichting terecht zou zijn gekomen, omdat Tom in de pers al had gezegd dat als ze hem uit huis zouden plaatsen, dat hij dan ogenblikkelijk weg zou rennen en weer naar huis toe zou komen. Nou goed, door dat hele mediacircus is de kinderombudsman op de hoogte gekomen van onze zaak. En die heeft toen tegen bureau jeugdzorg gezegd van ja, weet je, uit huis plaatsen, dat heeft geen enkele zin. Er moet een andere manier zijn om dit op te lossen. En die heeft ons allemaal de volgende dag op de tafel geroepen. En die heeft toen de oplossing gevonden waarbij Tom ingeschreven staat bij het Geert Grote College, maar via de wereldschool thuis als zijn lessen volgt. En dat hij hooguit bij het Geert Grote College 1 keer per week voor een gymles gaat of zo. En dus via de wereldschool krijgt hij dan via het internet en via boeken die ze via de wereldschool. En hij heeft een leraar via de wereldschool, maar hij blijft gewoon thuis. En daar doet hij zijn lessen. En daar ben ik heel blij mee. Hoewel bureau jeugdzorg en de leerplichtambtenaar heel bang zijn dat ik hiermee een precedent aan het scheppen ben. En dat andere ouders ook gebruik willen gaan maken van deze mogelijkheid. En zij zeggen dus dat het hun bedoeling is dat dit maar een tijdelijke oplossing is. En dat het in ons geval alleen zo werkt omdat Tom's vader in het buitenland woont. En dat Tom veel tijd in het buitenland doorbrengt. En dat het hun bedoeling is dat Tom dan in het nieuwe schooljaar wel weer teruggaat in het reguliere onderwijs. Maar ik ben ondertussen bij de directeur van de wereldschool geweest. En die zegt dat hij iets van 600 kinderen in zijn systeem heeft staan die allemaal hier in Nederland wonen en via de wereldschool onderwijs krijgen. Dus die mogelijkheid die bestaat zeer zeker. Dus bij mij zijn er ook een aantal vragen weer opgekomen van, weet je, waarom het dan zo op de spits drijven? Waarom ouders dan zo afstraffen met kinderen uit huis plaatsen? Waarom dan niet zoeken naar een oplossing? Waarom niet kijken in het belang van het kind? Weet je, hoe kunnen we dit anders oplossen? Al die ouders die naar België zijn gevlucht, die ook zeggen, weet je, bureau jeugdzorg, wat ze eigenlijk doen is ze zeggen van, je doet wat wij willen of we pakken je kind af. En dat is iets waar de meeste ouders zich niet tegen kunnen verzetten. Dat durf je niet te laten gebeuren, dat je kind wordt afgepakt. Zeker niet met de bevindingen van de commissie Samson een paar maanden geleden, dat kinderen die door bureau jeugdzorg uit huis worden geplaatst, dat die een verhoogd risico hebben om seksueel misbruikt te worden. Weet je, dat alleen al het idee dat je kind door zo'n instantie in een tehuis of in een gezin wordt geplaatst, nou dan reizen je haren je te bergen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de meeste ouders die confrontatie niet aandurven. En ik heb dat alleen zo ver durven spelen, om, zoals ik al zei, omdat ik dacht dat ik die uitwijkmogelijkheid had van Tom naar Engeland laten verhuizen of in laten schrijven. En ondertussen hem gewoon een beetje gedeeld van de tijd bij zijn vader, gedeeld van de tijd bij mij laten wonen. Dus ik heb nu, omdat ze bij bureau jeugdzorg helemaal knettergek van me werden, heb ik een maand radiostilte beloofd om het hele proces van die schikking en zo te laten gebeuren. Maar ik ben absoluut van plan in februari, begin februari, 1 februari wil ik mijn eigen website af hebben. Ik wil daarop een forum beginnen. Om ouders ook bewust te laten. Ik krijg heel vaak ouders aan mijn marktkraam die zeggen, weet je, ik zou ook mijn kind wel wat gezonder te eten willen geven. Maar het is zo'n strijd. We moeten iedere keer die strijd aan. Want die kinderen willen wat andere kinderen eten. Ja, maar mijn vriendjes die eten allemaal, weet je, chips. Waarom mogen wij dat niet? En dan hebben ouders zoiets van, ze willen niet steeds dat geruzie in huis. En denk ik van, waarom wordt het ouders zo moeilijk gemaakt om hun kind wel gezond te eten te geven? En waarom wordt al die rotzooi toegestaan voor de consumptie van kinderen? Waarom kunnen kinderen energiedrankjes bij de Albert Heijn kopen? Heeft er iemand ooit onderzoek gedaan naar wat dat doet met de hersenen van onze kinderen? Dat is volgens mij nog nooit gebeurd. En mijn eerste gevoel was van ja, nou, dan moet ik toch op de een of andere manier de overheid aan gaan klagen en zeggen van wie is de verantwoordelijkheid voor dat toegestaan wordt. En toen dacht ik van ja, misschien kan het ook anders. En dit is misschien een beetje naïef en een beetje idealistisch. Maar we bepalen uiteindelijk met ons koopgedrag wat er op de schappen in de supermarkt komt te staan. En als ik genoeg ouders kan inspireren om met z'n allen bepaalde producten te gaan boycotten,
Als wij met heel veel mensen besluiten om nooit meer naar de McDonald's te gaan, om nooit meer Coca-Cola te kopen, dan is er helemaal niets wat McDonald's of Coca-Cola daartegen kunnen doen. Dan gaan ze failliet, klaar. Zo simpel is het. Maar dan moeten we het wel met genoeg ouders willen. En ik denk dat voor mij, ik kies vooral voor die ingang naar de ouders toe, omdat jonge mensen zijn vaak nog niet zo bereid om voor hun gezondheid te kiezen. Het zijn de uitzonderingen bij jonge mensen die kiezen voor een goede gezondheid. En je ziet vaak dat het ouders zijn. Dat was bij mij ook toen ik moeder werd, werd opeens dat gevoel wakker van, oh wacht, hier heb ik zo'n klein lijfje en daar zit ik eten in te stoppen, maar wat stop ik er dan in? Dat je opeens gaat nadenken over wat voor eten je daar dan in stopt. Dus vandaar dat ik denk dat ik bij ouders sneller een ingang vind dan dat ik probeer iedereen massaal te bereiken. Ik zelf denk dat je moet zeker naar de kleurstoffen natuurlijk gaan kijken. En je moet zeker naar de grote boosdoeners zoals energiedrankjes en pizza en McDonald's gaan kijken. Maar bijvoorbeeld zuivelproducten die zo verzurend zijn voor ons lichaam. Dat om het bloed weer al, ons lichaam heeft een bepaalde pH-waarde nodig om goed te kunnen functioneren. Dat zit zo'n beetje rondom de 7,0. En als je lichaam te verzuurd raakt, dan raken de cellen in de war. En dan kun je bijvoorbeeld te veel kankercellen aan gaan maken die dan problematisch kunnen gaan worden. En wat het lichaam ook doet, als je dus te verzuurd raakt door het gebruiken van veel zuivelproducten, is om het bloed dan te bufferen, om het toch alkalisch te houden, gaat het lichaam calcium uit de botten halen om het bloed dus alkalisch te maken. Dus daarom zie je dat in landen zoals Nederland, waar heel veel zuivelproducten gebruikt worden, dat je ook heel veel osteoporose, botontkalking hebt. Terwijl in landen waar geen zuivelproducten gebruikt worden, zoals in bijvoorbeeld Japan, komt botontkalking eigenlijk helemaal niet voor. Dus dan vraag ik me af, waarom kunnen doktoren ons daar niet over vertellen? Weet je, waarom zegt de dokter in de tweede documentaire dat Tom een gigantisch kalktekort heeft, wat ze puur alleen baseert op Tom's dieet. Ik krijg ook e-mailtjes, want Tom krijgt bijvoorbeeld, hij krijgt chiazaadjes waar heel veel calcium in zit, wat goed opneembaar is door het menselijk lichaam. En dan krijg ik mailtjes van mensen die zeggen van ja, maar als Tom dan alleen uit die chiazaadjes calcium zou halen, dan zou je daar 350 gram per dag van moeten eten. En dat is niet voldoende. Maar wat die mensen dan zich niet realiseren, is dat omdat Tom geen zuivelproducten gebruikt, heeft hij veel minder calcium nodig dan kinderen die wel zuivelproducten gebruiken. En dan zou hij waarschijnlijk zelfs al genoeg hebben aan de calcium die bijvoorbeeld in groene bladgroenten zitten. Dus ja, ik zou ook zeer zeker kijken naar zuivelgebruik, naar vlees, eten, naar brood. In brood zitten gluten, waar heel veel mensen onbewust allergisch voor zijn. Als mensen ophouden met brood eten, dan zeggen ze vaak dat ze het gevoel hebben dat er een nevel uit hun hoofd optrekt. Gluten hebben een slechte werking op onze darmen. En onze darmen is waar onze gezondheid vandaan komt. Als je darmen niet goed functioneren, kun je niet gezond zijn. Als je darmen wel goed functioneren, ben je meestal, daar komt je weerstand vandaan uit je darmen. En nou, gluten heeft dus in directe zin een slecht effect op je weerstand. Je ziet ook vaak bij jonge kinderen, dat zag ik bij Tom, ook Tom was 5 toen wij rauw gingen eten, dat hele jonge kinderen vaak lastig zijn met eten. Je hoort vaak van ouders dat kinderen 's avonds hun bord niet leeg willen eten. Ik denk zelf dat dat te maken heeft met het feit dat jonge kinderen nog goede instincten hebben wat hun eten betreft. Gekookt eten heeft iets verslavends. Door het verhitten van het eten komen er nieuwe stoffen vrij die een verslavend effect hebben. Ik ben zelf geen wetenschapper, dus ik kan het niet wetenschappelijk onderbouwen. Maar ik weet als je zou zoeken op internet dat er bepaalde stoffen vrijkomen in ons eten die te vergelijken zijn bijvoorbeeld met heroïne. Die eenzelfde soort effect op ons lichaam hebben. En ik ben zelf een jaar of 14, 15 geleden ben ik gestopt met roken. En ik moet je eerlijk zeggen dat ophouden met gekookt eten was veel moeilijker dan ophouden met roken. En vooral het ophouden met brood eten was heel erg moeilijk. Dat is het moeilijkste stukje. En ik denk dat hele jonge kinderen, die zijn nog niet verslaafd aan gekookt eten. En ik zag dus heel duidelijk het verschil tussen mijn oudste zoon, die op dat moment 12 was,
die wel lang verslaafd was aan gewoon te eten en die het heel moeilijk vond en die het uiteindelijk ook nooit gelukt is om helemaal rauw te gaan eten. En Tom, die echt van de ene op de andere dag heel moeilijk gekookt had, iedere avond zijn bord niet leeg wilde eten en vervolgens op het moment dat hij rauw ging eten, met het grootste plezier s'avonds zijn bord met salade opat. En het grappige was dat Tom echt 6 maanden lang dezelfde salade gegeten heeft. Hij had alleen maar broccoli en tomaat. En broccoli, in het Engels heet het cruciferous vegetables, is heel goed voor kinderen die astma hebben. Dus hij was op dat moment al in staat om instinctief voor een groente te kiezen die gewoon heel goed was voor zijn astma. En dat is toen heel langzaam is hij daar andere groenten bij gaan eten. En Tom die heeft eigenlijk vanaf het begin heeft hij probleemloos rauw gegeten. Behalve dan dat er in onze omgeving mensen waren die zich toch zorgen maakten over of het wel gezond voor Tom was. En die Tom, als hij daar dan in huis was, stiekem achter mijn rug om, toch bepaalde dingen te eten gaven waarvan ik niet wilde dat hij ze at. En daar heeft Tom op een gegeven moment zelf ook een keuze in moeten maken of hij daarmee door wilde gaan. Toen ik daarachter kwam, heb ik daar met Tom over gepraat en gezegd, Tom, weet je, je moet kiezen wat je wil doen, of je daarmee door wilt gaan of dat je er toch voor kiest om uit te proberen hoe het is om echt helemaal rauw te eten. En Tom, kijk, ik zeg niet dat Tom niet helemaal 100% rauw eet. Hij zal heus, als hij op straat loopt met zijn vriendjes en er wordt een zak chips samen opgegeten, zal hij heus af en toe wel eens een chipje eten of zo. Daar ontkom je denk ik niet aan op zijn leeftijd. Maar op het moment, in de laatste paar jaren, eet hij echt, ik denk 99,5% eet hij rauw. Ja. En hij groeit, niet zo snel als andere kinderen, maar hij groeit. En hou vol ga je? En we zijn nooit ziek. Dat is het allerbelangrijkste. We zijn nooit ziek. Geen griep, geen verkoudheid, geen hoofdpijn, geen snotterige neus, niets.